U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag een spaarzame opklaring tijdens zonsopkomst. Daarna raakt het over het algemeen bewolkt, wat we goed kunnen zien op de satellietfoto. Lage wolkenvelden, niet te actief, neerslag valt er dan ook niet. Die neerslag kwamen we nog wel tegen in delen van Duitsland en aan de noordflank van de Alpen. In de Alpen nog steeds behoorlijke sneeuwval door Noordstuw en dat gaat ook nog wel eventjes zo door. Dat kunnen we ook zien als we de computerberekening voor de komende uren bekijken. Nog steeds in Beieren en aan de noordflank van de Alpen in Oostenrijk en Zwitserland wat sneeuwval. Morgen wordt het geleidelijk aan rustiger onder invloed van dat hoge drukgebied. Dat hoge drukgebied heeft ook invloed op ons weer. En dat betekent dat we in de nieuwjaarsnacht een heel rustig weertype hebben. Het blijft ook droog en we hebben heldere momenten. Geleidelijk aan komen er wel storingen dichterbij vanuit het westen. En laat op nieuwjaarsdag zou dat de eerste regen kunnen betekenen. Vooral vrijdag valt er meer buiige neerslag. Maar zover is het nog lang niet. Er is eerst nog een avond te gaan. Vanavond opklaringen, misschien een spatje motregen in het oosten. Maar verder blijft het droog. En we hebben ook nog altijd die wolkenvelden. 1 tot 5 graden. In de nacht daalt de temperatuur nog iets. Minimumtemperatuur zo tussen de 1 en 4 graden. Vannacht is het meest droog. Opklaringen vooral in het westen, in het binnenland en in het oosten hebben we de wolken. De wind stelt overigens niet veel voor, is hooguit matig uit het westen tot noordwesten. Morgen in de loop van de dag dan, zonnige periode. Het wordt een rustige dag met een zuidwestenwind die matig is. En die zon die weet van het westen uit steeds meer terrein te winnen. In de ochtend is het in het oosten nog tamelijk bewolkt. Temperaturen in het oosten 3 of 4 graden, in het westen en noorden 1 graad of 7. En op de Wadden misschien wel 8 graden. Dan gaan we naar de jaarwisseling en tijdens de jaarwisseling hebben we te maken met redelijk rustig weer. Het is droog, er zijn opklaringen en de temperatuur ligt rond middernacht in de buurt van het vriespunt. Donderdag overdag, nieuwjaarsdag, wordt het 2 tot 4 graden. Er staat wat neerslag in, maar die neerslag komt op zijn vroegst in de avond. Verder is het gewoon droog en vooral in de ochtend nog flink wat zon in het zuidoosten. Vrijdag niet, dan blijft het niet droog. Dan hebben we te maken met buiig weer, tussendoor wat zon. En het is behoorlijk zacht, want in het zuidwesten kan het zelfs 10 graden worden. Zaterdag een gemiddelde temperatuur van 1 graad of 6, normaal voor de tijd van het jaar. Stevige westenwind in het weekeinde en nog steeds buiig weer. De vraag is, wat gaat de temperatuur daarna doen? Komt de winter nog terug? Nou, voorlopig ziet het daar niet naar uit. Uiteraard wordt het weer onzekerder. Temperaturen lopen wat uiteen. Maar in het algemeen liggen we toch zeker op 5 graden overdag. En vaak zelfs nog wat hogere temperaturen. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.